Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over Gods bescherming in gevaren naar aanleiding van Psalm 91. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding van de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover de schriftlezing. Deze psalm is waarschijnlijk geschreven door koning David, hoewel we dat niet met zekerheid kunnen zeggen, omdat het er niet boven staat. Even ervan uitgaande dat het inderdaad David was, dan heeft hij deze psalm niet geschreven als koning, niet als gezaghebbend om het volk te onderwijzen, maar als nederig mens die deze woorden zelf net zo hard nodig had als zijn luisteraars. Een belangrijke basis in het geloofsleven is dat je zeker mag weten dat als je je leven met de Heere leeft, dat hij je dan ook zal beschermen onder elke denkbare omstandigheid. Maar hoe doe je dat dan, schuilen bij de Heere? Hoe leef je in zijn dienst? Dat is iets dat verweven is in alles wat je denkt en doet, de hele dag door. Dicht bij de Heere leven is niet iets om op een vast moment op de dag 10 minuten te doen, maar iets wat je doorlopend bezighoudt. Betrek je de Heere in alles wat je wil gaan doen? Vraag je je af wat hij ervan zou vinden? Bid je voor waar je mee bezig bent? Iemand die schuilt bij de Heere vindt het fijn om regelmatig in afzondering met hem te spreken. Wie de Heere dient, wil niets liever dan zo dicht mogelijk bij hem te zijn. En als je dan je schuilplaats zoekt bij de Heere, dan mag je weten dat hij je zal beschermen, voor altijd. Op God kun je blind vertrouwen, maar hij is wel de enige. Je kunt mensen om je heen hebben die je vertrouwt, maar dat is altijd maar tot op zekere hoogte. Geen enkel mens kan feilloos waarmaken wat hij belooft of wat je van hem verwacht. Geen enkel mens kan dingen 100% garanderen. Mensen maken keer op keer fouten, vergeten dingen,
schatten dingen verkeerd in. Ook kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn. Iemand kan je beloven je stipt op tijd ergens op te halen, maar als hij onderweg in de file komt of zijn auto houdt er in één keer mee op, dan zal het toch anders lopen. Maar de Heere maakt geen fouten. Als hij iets belooft, dan zal hij dat altijd waarmaken. Voor hem zijn er ook geen onvoorziene omstandigheden. Hij weet al precies wat er gaat gebeuren en hij heeft ook de macht om dingen zo te leiden dat ze passen in zijn plan met ons. Wie vertrouwt op de Heere, zal niet bedrogen uitkomen. De psalmist spreekt uit eigen ervaring. David heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Meerdere keren had men het voorzien op zijn leven. Maar steeds zocht hij zijn toevlucht bij de Heere en vond die ook. Schuilen bij de Heere wil overigens niet zeggen dat er hier op aarde nooit meer erge dingen zullen gebeuren. Sinds de zondeval, waarover we lezen in Genesis 3, is de aarde niet meer volmaakt. Er overlijden mensen, er zijn ziekten, oorlogen en andere narigheid. Een leven met de Heere neemt niet al die narigheid weg, niet zolang we hier op aarde leven. Maar als je dan in alle moeilijkheden je toevlucht bij de Heere zoekt, dan mag je weten dat Hij bij je is en voor je zorgt, ook op momenten dat het moeilijk is. Een leven dicht bij de Heere is het mooiste dat je je kunt wensen. Onze God is groter dan alle aardse ellende die ons kan treffen. Kijk maar eens kritisch naar je leven. Hoeveel zaken zijn er waar je de Heere niet bij betrekt? Bid je voor een veilige rit naar school of naar je werk? In de Dominicaanse Republiek, waar ik regelmatig kom als hulpverlener, heb ik wel meegemaakt dat de conducteur van een lijnbus voor de rit hardop bad voor een veilige reis. Dat kunnen we ons in Nederland moeilijk voorstellen, maar dat is wel heel goed, ook in de dagelijkse dingen, tot de Heere te bidden. En als je je zorgen maakt over iets, breng je die zorgen dan bij de Heere? Bidden hoeft niet altijd op een rustig plekje met je handen gevouwen en je ogen dicht. Natuurlijk is het goed en belangrijk om dagelijks je momenten te hebben waarop je je in alle rust volledig tot God richt, zonder verdere afleiding. Maar bidden kan op elk moment, op elke plek, onder elke omstandigheid. Je kunt de Heere aanroepen als je in nood zit. Je zorgen met Hem delen als je op de fiets zit. Overal waar je gaat, is de Heere nabij. Hij is er altijd voor je. Als je je leven zo inricht dat het de hele dag door in het teken staat van leven dicht bij de Heere, dan zul je zegeningen ontvangen in het leven. Dan heeft dat effect. Dat kan niet uitblijven. Dan zul je zijn nabijheid ook ervaren. Als je je hulp alleen van Hem verwacht, dan mag je weten dat je die hulp ook zult krijgen. De Heere zal je dragen door dit leven, ondanks alle ellende en pijn die hier op aarde is. Net zolang tot je overlijdt en in mag gaan in de hemelse heerlijkheid. Dan zal niets meer zijn van alle aardse narigheid. Nu leven we hier nog op aarde. Nu heeft God nog een plan met ons in deze onvolmaakte wereld. Maar hoe hopeloos het er soms ook uit mag zien, wij staan er niet alleen voor. Wij mogen schuilen bij onze hemelse Vader. Altijd. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.